hartelijk welkom vanavond bij de Geintrappers. Blij dat jullie in zulke grote getalen naar ons bent gekomen. We gaan vanavond een avondvullend programma voor u presenteren. En het gaat om zang, dans en entertainment. In eerste instantie wil ik heel eventjes wat huishoudelijke mededelingen doen. En dat heeft betrekking op de nooduitgangen. Dat moet altijd eventjes van tevoren duidelijk worden aangegeven. En die wijs ik eventjes achter mij. Dat is de allereerste die uitkomt in de tent. We hebben rechts van mij, links van u. De Ruud, idioot, je zit aan mijn kant. Nou wil ik het even met jullie over vroeger hebben. Nou ja, zo'n 20 jaar geleden dan. Weten jullie dat we rekken van het postkantoor hadden? Dan ging je heen voor een postzegel of een brief te posten. En heel af en toe kwam je door om een pakketje te versturen. Dat ging tegenwoordig wel anders. De enige keer dat wij nog een postzegel nodig hebben, is met de kerst. De rest ging via e-mail, Facebook of andere sociale media. Maar pakketjes versturen doen we te pas en te onpas. Ja, pakketjes terugsturen van spullen welke we online besteld hebben in zo'n webwinkel. Want als het tegenwoordig druk is bij de Albert Heijn, dan is dat niet in de winkel, maar voor het postagentschap. Om al die spullen op te halen en weer weg te brengen. Wat ik net zei,
jij